De dag vordert en nog steeds wachten allerlei kandidaten gespannen hun beurt af. Voor de auditie, voor die ene kans in... X-Factor! Ja, en denk nou niet, het is een flashback van vorig jaar. Het is gewoon nu. Tony is mee. Ja, ik ben supporter van Kelsey. Supporter van Kelsey. En niet alleen Tony, we hebben ook hier Sheriva. Yes. Van Fierce. Yes, klopt. Is mijn nicht. Nicht. Zo komen we bij jou. En waarom wil je dit zo graag? Ik wil dit heel graag, omdat ik het leuk vind om mensen te entertainen. Tony, is het goed? Heb je er al horen zingen en zien performen? Ja, prima. Het is wel de kwaliteit voor X-Factor. Okay. En jij als nicht, heb je er nog een beetje tips kunnen geven? Ik heb er een aantal tips gegeven, ja. En ik geloof erin. Ze heeft ook in musicals gespeeld en zo. Professioneel? Professioneel, inderdaad. Onder andere de musical Hairspray heb ik meegespeeld. Ja, dat was echt... Wat ga je doen? Ik ga Work It Out zingen van Beyoncé. Okay, darling, work it out! Onze lieveling van vorig jaar, Donnie, steunt haar door en door. Kelsey. Zij zal een afgeladen Heineken Music Hall moeten proberen het publiek op de banken te krijgen. En de jury uit hun stoelen te blazen. Ze heeft maar één doel. En dat is bewijzen dat zij de X-Factor heeft. Hallo. Hallo. Hi. Wie ben jij? Ik ben Kelsey. Wat ga je nu zingen? Ik ga Work It Out zingen van Beyoncé. Okay. You got the hips and the looks and the hair. I love it. Ik hoor een onwijs lekker stemgeluid. Je bent brutaal, je pakt de bühne, je kan dansen en zingen tegelijk. Ja, weet je, wat een belachelijk goede auditie. Zo hoort een auditie van X-Factor. Zo is het! Ja. Zo is het! Ik heb van het begin tot het eind met een hele dikke grote glimlach gezeten. En die is er nu nog. Ik word heel erg vrolijk van je. Jij snapt het. Ja, en dit was dus jouw eerste auditie. Dus moet je nagaan wat er nog aan gaat komen. Iedereen zegt het al. Het was uitzonderlijk goed. Echt te gek. Thank you. Kelsey, wat zal jij lekker slapen? Want volgens mij is het vier keer ja. Ja! Ik was bang. Nou, lieverd, er was helemaal niks van te zien, hè? Oh, gelukkig. Als je zo bang bent, wat gebeurt er dan als je gewoon relaxed bent? Ja. Zo. Ik ben ook benieuwd. Ik ben tot nu toe alleen maar bang geweest. Yeah!